de aandacht. Degene die de presentatie wil geven is ziek, dus ik sta hier ook met de presentatie voor me die ik niet helemaal weet hoe die gaat. Dus ik hoop dat het... Nou, de inhoud, de opdracht, ons concept, de mock-up en de uitvoering. Nou, de opdracht, we hebben dus ook het schip belading, dus het is het ontwikkelen van een webapplicatie. Waar de volgende vorm komen is de afgelegde route. De voortgang van de bouw van het schip. En de verhalen van de mensen uit Leeuwarden. Nou, dat is een beetje al wat is al uitgelegd in de vorige. Ons concept. Een digitaal boek met de verhalen van de mensen uit Leeuwarden. Met daarin de kaart waar de afgelegde routes over te zien zijn. Nou, dan hier een kleine mock-up. We willen zeg maar gewoon een applicatie, een boekje. Dus als je erop gaat, dan gaat, slaat die open. Nou, dan komt er een... De verhalen worden zeg maar zo weergegeven dat je... De ene kant van de pagina is het verhaaltje, want dan gaat hij dus gewoon een kleine samenvatting geven van het verhaal wat hij daar heeft gedaan. De andere pagina komt de media, dus het kan een filmpje zijn, het kan een foto zijn, het kan een soundbite zijn. Ik leg net aan wat hij bij dat verhaal zeg maar, heeft opgenomen. Je krijgt verschillende tapjes. Er is een ludieke boot, maar de ene is dus het verhaal, de andere is dus de boot, het schip, dus dan kan je de voortgang zien van het schip. We willen kijken of we op een of andere manier zeg maar, het live kunnen gaan. Stream of wat dan ook, dat je echt de voortgang van het schip kunt gaan zien. En dan heb je een kopje dat op kaart, en dan slaat hij eigenlijk naar het midden. En dan heb je de kaart van Leeuwarden en dan de routes van de verhalen. Nou, de uitwerking gaat met PHP, MySQL database en Flash. En dat was denk ik mijn presentatie wel. Zijn er nog vragen?